Ja, Michiel Kramer, we hadden het volgens mij 2 weken geleden erover. Jij scoorde in de 93e minuut. Maar goed, dit was een wedstrijd, een doelpunt eigenlijk van geen waarde. Je had hem zo graag als 0-1 gemaakt. Ja, dat lijkt me duidelijk. Maar goed, ja, ik denk dat wij vandaag net eventjes niet goed genoeg waren om te winnen. En, ja, dat is vervelend, dat is zuur, dat is pijnlijk. Maar goed, woensdag staat er weer een nieuwe wedstrijd voor de deur. Die moeten gewoon weer winnen, want we staan er steeds bovenaan. Je hebt 80 minuten meegedaan, maar goed, toen was het al 1-0. Ja, hoe kwam het dat jullie zo slecht uit de startblokken kwamen? Niet alleen door dat doelpunt, maar ja, sowieso die eerste 10 minuten. Nou ja, dat doelpunt helpt hun natuurlijk ook in de wedstrijd. Dus, waardoor hun het vertrouwen krijgen dat, dat ze voorstaan. Dus, ja, ik weet niet of het overtreding was, volgens mij niet. Maar goed, hij wordt wel gegeven en wordt gemaakt. Dus gaat Ajax wat makkelijker voetballen. En ja, lopen wij denk ik net eventjes achter het feit aan. En, ja, dat is dan vervelend. Dat wordt het 2-0. En ja, dan probeer je de tweede helft nog eventjes. Ja, hopelijk valt die bal net eventjes goed, waardoor je aansluiting kan krijgen. En, ja, die kwam eigenlijk een beetje te laat. En dan is die wedstrijd gewoon klaar. Maar vroeg krijg je het signaal warm te lopen. Nou, minuut 10 moet je er ook al in. Hoe voel je verder dat het ging? Ja, maar het is niet zo relevant hoe ik speel. Het gaat wel fijn, het gaat niet om mij. En, wij moeten gewoon die wedstrijd woensdag winnen. En dan doen we gewoon weer de uitstekende zaken. Dat vandaag pijnlijk is, dat is duidelijk. En, zeker in de klassieke. Dus ja, dat zal eventjes nadreunen. Maar goed, woensdag is alweer wedstrijd. Dan moeten wij er staan. Hoe gek het ook klinkt, mogen jullie toch blij zijn met die 2-1? Want ja, je moet er niet aan denken dat hier echt een grote uitslag was neergezet. Dan ben je dat extra punt tussen aanhalingstekens ook kwijt qua doelsaldo. Misschien aan het eind van de rit wel, maar ik had hem liever 2-2 gemaakt of de 3-2 winnen, weet je. Dus dat, ja, dat is dan hoe het is. En, misschien aan het eind van de rit wel, maar nou, we hopen dat we gewoon lekker die 3 punten volhouden op Ajax. Ja, wat is de tendens een beetje in de kleedkamer? Heb je toch een aangeslagen ploeg verder gezien, omdat ja, er toch zo wel veel van deze wedstrijd werd verwacht? Het lijkt me duidelijk op het moment dat je verliest van Ajax dat het weer niet optimaal is. Maar goed, wat ik net zei, we spelen woensdag weer wedstrijd. Dus ideaal moment om weer om te winnen. Dus. Ja, en mogelijk wel weer met Kramer in de spits. Nu Jurgensen ja, geblesseerd is in 3 dagen. Ja, dat gaan we zien. Ik ben er klaar voor, dus dat zien we woensdag wel. Maar hier heb je wel op gehoopt, hè? Weer minuten eindelijk je kans te krijgen. Ja, tuurlijk. Dus iedere voetballer wil dat, dus ik ook. Dus vandaag verliezen we die wedstrijd en hopelijk pakken we woensdag gewoon weer.